bij NEC de topscorer tot nu toe van Jong AZ in de punt van aanval. Want bij Jong AZ scoorde hij 14 keer voor de winterstop. En bij NEC na de winterstop 9 keer. Applaus dus voor hem. Vorig seizoen werd het 7-2 voor NEC. Toen scoorde Atjebar 3-maal, maar die is er al een tijd niet meer bij NEC. En ook achterin wat problemen voor Jack de Gier. En daarom onder andere Dijkstra in de laatste linie. Omdat Van den Bergen niet bij is, want die kreeg een rode kaart afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Jong Ajax. De eerste kans in de wedstrijd, Trezor. En de goal voor Druif. Maar die staat buiten spel, dat zie je al aan zijn houding. En dus is deze goal terecht afgekeurd door scheidsrechter Teube. Dan staat Druif inderdaad buiten spel. Trezor met het schot. Doelman de Boer kansloos en inderdaad Druif staat buiten spel. En dus terecht deze goal afgekeurd. Ja, NEC moet eigenlijk wel winnen. Wil het de play-offs niet in gevaar laten komen. Want NEC moet nog een achterstand van 5 punten goed maken. En Jong AZ kan gewoon frank en vrij voetballen. Is 5 wedstrijden niet te winnen. Speelde wel een paar keer gelijk. Maar verloor ook al die wedstrijden. Die 3 heel nipt. Dit is een goede aanval. Kans dus voor de thuisploeg. Jamie Jacobs. Jong AZ begint steeds beter te voetballen in deze competitie. Uit werd het 3-1 voor NEC. Dat is Jacobs. Savastano aannemen en doelpunt. Sanjes, zijn voormalig collega bij Ajax, komt te laat. En dus de voorsprong voor Jong AZ. Jacobs is de architect. Savastano aannemen en binnenschieten. Branderhorst, de doelman, kansloos. En zo staat NEC dus achter bij Jong AZ. Jacobs, Duin. Ja, dit is goed gespeeld. En helemaal vrij. Kaandorp. Het is 2-0. Waar is NEC mee bezig? Onthutsend voetbal in de eerste 45 minuten. En dat wordt genadeloos afgestraft door Jong AZ. Met deze poeier van Kaandorp en Branderhorst, de doelman. Ja, die had hem eigenlijk moeten hebben, want het is de hoek van de doelman. Dan in de tweede helft probeert NEC een goal te maken via Okita. Scoorde al 11 keer dit seizoen Okita. Reinders, ja, sterker dan Bruin. En dus is NEC weer de ploeg die in de achtervolging moet. En is dit een aardig schot van Tabouni? Tot al wat toeschouwers in Weidewormer op het trainingscomplex van AZ. Die zien deze vrije trap van Reinders. En de goede reactie van Branderhorst. Een van de talentvolle spelers op het middenveld bij Jong AZ, Reinders. Dit is weer aardig gespeeld. Savastano weer alle ruimte. Kan kijken en Duin glijdt hem binnen. 3-0. Dit is de nekslag voor de ploeg van Jack de Gier. Dat eigenlijk geen minuut thuis geeft in Weidewormer. En continu in de achtervolging moet. En nu is de marge dus 3 in het voordeel van Jong AZ. En NEC heeft eigenlijk nog geen kans gehad. Komt daar ook nog de 4-0 aan. Ja, deze had Bergsma naar beneden moeten koppen. Sanjes met wat ruimte. Maar ja. Romani. Ja, een van de eerste kansen eigenlijk in de wedstrijd voor NEC. Vlak voor tijd. Dat zegt alles over het spel van de ploeg uit Nijmegen. Dat weer dolende is in de competitie. Dit is een goede reactie van Rodi de Boer. Een van de talentvolle doelmannen op de inzet van Bruin. We zitten dan inmiddels al in blessuretijd. Oosting is er dan bijgekomen. En Oosting heeft een actie in huis. Thijs Oosting. Ja, wie doet wat bij NEC? Nou, helemaal niemand doet iets, want Oosting maakt gewoon 4-0. Goeie goal zeg. En zo gaat Jong AZ voor de derde maal een thuiswedstrijd winnen. En wint het weer eens een wedstrijd in de keukenkampioendivisie. En is de play-offs ontzettend ver weg voor NEC. Dat dolende was in Weidewormer. En dus klop krijgt met 4-0. Problemen dus voor Jack de Gier. En dit zijn beelden die we vorig seizoen ook wisten. Maar dit seizoen gaat het nog beroerder met NEC. Ik denk dat deze tegenstander ons gewoon enorm ligt. En we wisten dat we
In de eerste fase 3-2 konden gaan spelen om vervolgens mensen verderop op het veld vrij tussen de linies te krijgen. Ja, en dat kwam met name in de eerste helft kwam dat continu terug. Ja, waardoor we op 2-0 kwamen, maar dat misschien wel 5-0 voor ons kunnen zijn. Dus zeker de eerste helft, enorm genoten van het positiespel. Is dit vast te houden of was het weer eenmalig en over een paar weken wat minder? Nee, ja, vrijdag wacht weer een andere tegenstander en wordt er weer een ander plan van ons gevraagd. En ja, met jonge jongens is het dan de derde wedstrijd in een hele korte periode. Zaak om het weer opnieuw op te gaan brengen. Moedeloos stond je langs de kant als je op een gegeven moment voelt van het zit er vandaag gewoon echt niet meer in en het wordt 3-0 en het wordt 4-0. Nee, ja goed, dan is de laatste 5 minuten duren natuurlijk heel lang als je weet dat het niet meer gaat gebeuren. En ja, je zag dat ook, hè, want we hebben best wat kansen gehad nog in de tweede helft. En ja, ook bij 3-1 gingen ze er niet meer in, net voorlangs of net geen bezetting voor de goal. En ja, dat heeft alles te maken met vertrouwen en dat is dan schijnbaar zo broos in de ploeg, ja, dat alles gewoon misgaat. Ja, deze terugkeer had je denk ik heel anders voorgesteld. Ja, absoluut. Ja, als je met 4-0 afgaat, dan ben je eigenlijk huidige club natuurlijk. Ze staan nog onder contract hier. Ja, die had ik wel zeker anders voorgesteld, ja. Hoe lang ga je dit nog horen van je boezemvrienden hier? Te lang, te lang. Ja, echt schandalig hoe wij hebben gespeeld. Jong AZ voetbalt er heel goed onderuit. Dat moet eerlijk gezegd worden. Tussen de linies en wij krijgen daar geen grip op. Met druk zetten hetzelfde. En ja, daar moeten wij goed naar kijken en in de spiegel gaan kijken, ja. Voel je dat nu ook al meteen weer, dat de vragen komen? Is er alweer druk van buitenaf? Nou ja, goed, dat antwoord blijft hetzelfde als dat het in de slechte periode voorheen ging. Daar heb ik verder geen invloed op en daar gaan andere mensen over. Ja, wij moeten altijd zorgen dat we met de selectie scherp genoeg zijn om wedstrijden te spelen. Nou ja, vandaag was het niet het geval. Nou, het kan ook snel weer omdraaien. Play-offs, is dat nog steeds wel iets waar je voor gaat en wat ook nog wel kan met NEC, met dit NEC? Ja, dat is zelfs een must. En om eerlijk te zijn, ik heb nog geen enkele andere uitslag gezien. Maar ja, door het slechte resultaat van onszelf vandaag, ja, hebben we ons wel in een heel lastig pakket gemanoeuvreerd. En zullen we alle zeilen bij moeten zetten.